Afgelopen weekend werd op het Duivelsberg-circuit in België de zesde ronde verreden van het Europees kampioenschap Rally Racing. Dit is de auto die momenteel aan de leiding staat in het kampioenschap. Een Citroën Xara World Rally Car in handen van Kenneth Hansen. Maar Hansen deed de afgelopen drie jaar niet goed in België. Hij won niet. Grote vraag is wat Hansen dit jaar gaat doen tegen zijn belangrijkste tegenstanders. Per Eklund met de Saab en Jos Kuipers met Ford. Kenneth Hansen mag dan na de eerste vijf wedstrijden aan de leiding staan in het Europees kampioenschap Rally Racing, het vroegere rallycrossen. Deze Per Eklund, die tweede staat in de Fransman, hier in beeld Jean-Luc Payet, zijn zijn voornaamste achtervolgers. Jos Kuipers staat na de eerste vijf wedstrijden op positie nummer 4 in de tussenstand van het Europees kampioenschap rallycross. Dit is het Duivelsberg-circuit in België voor de zesde ronde van het Europees kampioenschap afgelopen weekend. Laten we eerst maar eens gaan kijken wie de tegenstanders zijn van Kenneth Hansen, de man die het kampioenschap leidt. In de rode Saab is het Per Eklund, in de blauwe Peugeot is het Jean-Luc Payet. Het zijn mannen met een waanzinnig budget, ondersteuning van de fabrieksrallyteams. Zo is de Peugeot van Payet gebouwd door het WK-team van Peugeot en de Citroën van Hansen gebouwd door het WK-team van Citroën. Alleen Eklund sleutelt zelf aan zijn Saab. Helemaal links in beeld is het de man die het kampioenschap leidt. Kenneth Hansen, daarnaast, of liever gezegd daarachter met startnummer 4, ons Joske. Jos Kuipers, de Nederlander die al jarenlang meedoet aan het Europees kampioenschap Rally Racing. Als je heel eerlijk bent, het spelletje zelf betaalt. En dat is misschien net het verschil tussen Kuipers en die mannen die voor hem staan in het kampioenschap. Want Hansen krijgt fabrieksondersteuning, dat krijgen de anderen ook. En dit is Ludwig Hunsbeth, dat is de meest brutale man uit het Europees kampioenschap. En is dit geval sneller dan Jos Kuipers. In het Europees kampioenschap Rally Racing werken we niet met één wedstrijd, gewoon maar rijden. We hebben het al eerder uitgelegd, je werkt via drie finale. Dit is manche nummer 2 met Jos Kuipers in de Ford Focus tegen Ludwig Hunsbeth. De mannen zijn ongeveer even zwaar. Ludwig is iets brutaler op de baan. Maar Kuipers is meerdere malen dit seizoen sneller geweest dan Ludwig Hunsbeth. Overigens wordt er tijdens die manches wel gevochten op de baan. Maar het is vooral vechten om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Winnen is leuk voor het zelfvertrouwen, maar niet het belangrijkste. De focus van Kuipers is zelf opgebouwd door zijn team uit Best. Een potente World Rally Car met meer dan 500 pk. En Kuipers is razendsnel in de openingsfase in België. Hij ligt in de top 5. Het moet eigenlijk beter kunnen, maar ik hoop in de derde manche nog iets beter te presteren. Dus dat ik op de eerste of tweede rij sta in de finale. Kuipers is razendsnel in heat nummer 3 en staat op de eerste startrij van de A-finale. De snelsten van de hele dag zijn overgebleven voor een sensationeel slot. Meer dan 3.500 pk is vertrokken. Links in beeld Kenneth Hansen, daarnaast Ludwig Hunsbeth met de witte Ford Focus met start nummer 9. Waar zit Kuipers? Kuipers zit op positie nummer 4 in de witte Ford. Hunsbeth in de eerste bocht aan het knoeien en aan het kloten met Kenneth Hansen. Kan Per Eklund, daar zijn we nu in de auto, daarvan profiteren? Het antwoord is ja. Hansen 1, Eklund 2, Kuipers 3, Payet in het blauw 4 en Hunsbeth 5. Kuipers zit goed, maar dan in de slotfase van de wedstrijd verslikt Kuipers zich met Hunsbeth en wint Kenneth Hansen de wedstrijd voor Per Eklund. En waar is dan Jos Kuipers? Kuipers eindigt buiten de top 3. Hansen wint en verstevigt zijn leiding in het EK. I had a problem in the final with the transmission, the gearbox. I lost 6 gear on the lap before the last one, and the gearbox was really noisy, so I was very, very afraid, but it held together and it worked.